Hier zie je dus de wijzers die net verguld zijn. We zijn hier bij de firma IJsbouts in Asten. Het beroemde bedrijf dat klokken en carillons in de hele wereld onderhoudt. Hier ligt ook het uurwerk van de Catharinekerk. De cijfers krijgen deze week hun lang verwachte opknapbeurt. Nou, we hebben eerst het oude goud eraf gehaald. Toen zijn de cijfertekens en de ringen en de wijzers schoongestraald. Er is een primerlaag aangebracht. Een lijmlaag. Als de lijmlaag is geactiveerd, dan kan het vergulde laagje worden aangebracht. Het is bijna puur goud, maar wel flinterdun. Het is een ontzettend dun laagje bladgoud inderdaad. Maar goud is heel hard, heel glad. Dus we gaan ervan uit dat het ongeveer 30 jaar kan blijven zitten. Het uurwerk van de Catharinekerk was zo hard aan vervanging toe dat er nieuwe radars moeten worden gemaakt. IJsbouts heeft de maten van de klok trouwens 90 jaar geleden al opgeslagen. En die cijfers kloppen nog steeds. Kijk, hier zie je Eindhoven. Eindhoven 2,86 meter diameter, hart op hart, 746 mm. We hebben hier dus de verlichting voor de Catharinekerk hangen. Alle cijfertekens krijgen straks een ledlampje, zodat 's nachts de tijd goed afleesbaar is. Vroeger waren dat traditionele autolampjes die we erin maakten. Maar vandaag de dag hebben we ledverlichting. Dat is wat goedkoper in verbruik en wat duurzamer. In juli wordt de klok in zijn geheel weer teruggehangen op de Catharinekerk.